We hebben een afscheidsmanifestatie, want we vinden het doodzonde dat de valreep weggaat. En sterker nog, vinden we het heel erg dat de gemeente niet bereid is om in gesprek te treden, wat wij al 3 jaar lang doen. Willen, laat ik het zo zeggen. De valreep heeft een plan tot koop, weet ik wat, koop en exploitatie enzovoort. Wij hebben vandaag een afscheidsmanifestatie. We hebben vandaag een manifestatie voor het behoud. En voor het minimale eis om in ieder geval in gesprek te gaan. Wat een beetje gek is dat de gemeente niet bereid is om dat te doen. Niet alleen maar de gemeente, maar het project ontwikkelen ook de OCP ook. Nou, we hebben gewoon een ontruimingsaanzegging gekregen. Zoals gezegd, zij zeggen het is klaar geweest. Wij vinden van, hey, we hebben deze plek geopend. Wij verdienen een kans om dit op een legale manier voor te zetten. En daarvoor moet in ieder geval een kans, in ieder geval een gesprek. En een serieus gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ons asiel wordt ontruimd door mensen. Mensen zonder visie en gevoel. Mensen die zelf niets produceren of creëren. Die mensen die geven geen melk, ze leggen geen eieren. Ze zijn te zwak om een ploeg voor te trekken. We willen mensen zich laten uitspreken om hier te komen en dit project te steunen. En blijkbaar doen dat heel veel mensen. We hebben vet veel mensen over de vloer. Dus iedereen vindt het tof, vindt het leuk, vindt het gezellig.
En spreekt zich door het komen hiervan ook uit voor de valreep. En ik denk in het kraak in het algemeen dat dat nog steeds heel goed is in een stad als Amsterdam. Er een beetje kleur geeft zo. Maar waarom zijn we hier eigenlijk? Waarom staan we hier in deze zandbak? Waarom staan we hier bij dat gekraakte dierenasiel? Wat doen we hier eigenlijk? Afgelopen vrijdag zat ik bij de gemeente. Om te overleggen of het eventueel mogelijk zou zijn of wij hier, wanneer de valreep ontruimd is, toch als buurtinitiatief in Amsterdam-Oost een pand zouden kunnen kopen. De vraag die daar gesteld werd was, ja maar waarom zijn jullie dan uniek? Wat maakt de valreep en wat maakt dit initiatief dan anders dan alle buurtinitiatieven die al een plekje hebben? Waarop onze vraag terug was, waarom komen al die mensen dan? Weet je, als er al genoeg aanbod is, als er al genoeg van dit soort plekken zijn, waarom komt iedereen dan in godsnaam hierheen? Want we hebben geen water, we hebben geen elektriciteit, het is allemaal een beetje vies en het ziet er allemaal een beetje shovel uit. En toch zijn jullie hier, in deze zandbak in de zon. Dat is helemaal niet leuk. Kijk maar, al die mensen kijken heel ongelukkig. Dat is omdat hier dingen kunnen die op heel veel andere plekken niet kunnen. Omdat je hier op het moment dat je een idee hebt, de ruimte krijgt om dat te doen. Omdat je hier, ook al past het niet helemaal in het plaatje dat van tevoren ingekaderd was, toch de kans krijgt om je activiteit te organiseren, om met je bandje te spelen, al ben je nog niet beroemd. Je kunstwerk op te hangen. En het allermooiste is dat zelfs bands die eigenlijk al doorgebroken zijn, toch op de valreep willen komen spelen. Dus het heeft iets. Het heeft iets, deze plek. En Amsterdam had heel veel van dit soort plekken die iets hebben, iets unieks, iets spannends, iets waar geëxperimenteerd mag worden, iets wat je niet op een legale, ingekaderde plek vindt. Ik denk persoonlijk, en met mij waarschijnlijk heel veel vrijwilligers op de valreep, dat het heel belangrijk is dat Amsterdam dit soort plekken houdt. Want Amsterdam is het spannende, het experimentele, een beetje dwarsen ook wel, hè? Want dat doen we natuurlijk ook. We zeggen geen ja en amen en we zijn ook een beetje tegen de politiek ingegaan af en toe. Maar dat is toch Amsterdam, jongens. Dat is toch wat deze stad beroemd maakt. Laten we alsjeblieft, ook wanneer de valreep er niet meer is, doorgaan met het creëren van dit soort plekken. En laten we de mensen bedanken die hun bijdrage leveren, al zijn ze het ongelooflijk beroemd. En krijgen ze normaal ongelooflijk veel betaald dat ze hier willen staan, omdat ze de valreep supporten. Ik wil een enorm, enorm, enorm applaus voor de Woezels. Yeah. Mensen komen er klaar mee, een kap van je shit, een rode peper in je reet. En ik zag dat ik het shit. Ik roer hip hop burritos, pak huevos fritos, drink ze best als hypocritos. Blaas shit als een windows. En vergiste me niet, toen ik hip hop was hobby koos je vuil. Want ik spit fucking classics, met een baslijn als basis. Ik kom mijn schoenen bij Schapina, ik schaam me niet, ik laat het zien, yo. En fuck, ik heb geen veel mee. En ik stop als je mee, want die shit is nog leeg. Nou, ik denk dat we iets moois hebben neergezet voor Oost. We hebben ook laten zien dat het kraakverbod een wassen neus is. Hoe noem je dat? Dat het gewoon compleet nutteloos is. Dat het nog steeds heel belangrijk is voor de stad. En ook heel Nederland überhaupt. Dus ik denk dat dat wel gelukt is. Ja. Everybody want one sex thrill. And anything to roll the dice. Just one more time. Some will win, some will lose. On and on and on. Strangers all take part. And down the boulevard, shadows set. Living this with fire and motion.
Deze mensen willen ons uit ons asiel zetten. Oh, maar mensen die hebben geen interesse in dierennormen en waarden. Ze geven niet om solidariteit en saamhorigheid en leefbaarheid in hun eigen omgeving. Deze mensen geven enkel om verdienmodellen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. En voor deze mensen moeten wij ons asiel uit. Dieren uit de hele wereld. Mijn antwoord hierop is... rebel! Verzet! Strijd! We zullen ons moeten verzetten als die mensen ons asiel ontruimen. Wat we in de toekomst gaan doen, bedoel je? Ja, ja, een beetje. Ja, we zien dan wel. We nemen het nu stap voor stap. Uh-huh. En dan zien we wel waar het gaat eindigen en hoe we verder gaan. We hebben nu een hele goede dag gehad, een succesvolle dag. Proberen we die vibe en die energie een beetje te houden. En dat zien we wel. Wij als collectief vinden dat wij gewoon iets heel vets hebben neergezet. Iets wat de gemeente niet willens en machtens was om te doen. Dus ik denk dat een beetje... die mensen die komen hier, die vinden in ieder geval dat het waardering vraagt. En het zou mooi zijn als de hoge pieven en de autoriteiten daar ook een keer in volgen. In plaats van dat ze projectontwikkelaar en gemeente met 1-2 handen op 1 buik met elkaar in bed liggen de hele tijd. Yeah.